Deze marathon is mede mogelijk gemaakt door Sportshop Ten Tusscher. En we beginnen gelijk met de Pupillen B. En voor Pupillen B is in de baan gekomen Anne Bekhuis, Eva Oldehamsink, Perit Bramer en Joan Vickert. En gelijk Joan Vickert die daar de kop pakt. En in de achtervolging Eva Oldehamsink. En je ziet nog achter in het beeld verschijnen Berit Bramer. En zo is het veld compleet uit elkaar geslagen al gelijk naar de eerste ronde. Hier zitten we alweer in de volgende ronde. Waarbij Berit Bramer in de achtervolging is op Eva Oldehamsink die al een heel eind vooruit is gesneld. Dan in de achtervolging Anne Bekhuis. Met been nummer 1. En met been nummer 4 komt Joan Vickert voorbij. Dan nog twee ronden te gaan. Is er dan nog wat veranderd in de line-up van de hele wedstrijd? Nee, nog steeds Eva Oldehamsink op de eerste plaats. Berit Bramer op de tweede plek. Anne Bekhuis, nummer 3 en nummer 4 nog steeds, Joan Vickert. Dan krijgt Eva Oldehamsink de bel voor de laatste ronde. Zet ze nog een keer aan. En ook geldt de bel voor Berit Bramer en de rest van de dames die aan het schaatsen zijn. En dan zijn we bij de finish gekomen. Eva Oldehamsink wint glorieus deze wedstrijd. Op de tweede plaats Berit Bramer. Anne Bekhuis op de derde plaats. Nog net niet ingehaald door Joan Vickert die er nog een eindsputje uitgooit. En dan gaan we door met de volgende wedstrijd en dat is dan de Pupillen A. En in de baan is dan Michel Geerdink, Britt de Boer, Emma Laarman, Fox Willems en Vincent Klaaskaten. Deze wedstrijd wordt gereden over 9 rondes. En daar gaan de dames en heren rustig richting de start van de wedstrijd. En dan is het startschot geklonken en dan gaan het ook volle bak erop. Met de drie WIC'ers vooraan. Fox Willems, Michelle Geerdink en Britt de Boer. In de achtervolging. En dan kijken hoe het setje zich houdt. Dan komen ze de bocht uit. Op kop rijdt Britt de Boer. Daarachter Michelle Geerdink. Fox Willems volgt gestaag. En dan is er al een klein gaatje geslagen met de twee schaatsers van de Hengeloze IJsclub. Mooi treintje van de WIC. Koppositie wordt overgenomen door Michelle Geerdink. En het gat wordt steeds groter. Vincent gaat er achteraan. Emma ook nog een keer achteraan. Die loopt dan weer een stukje achterstand op Vincent. En daar weer het treintje van WSC wat uit de bocht komt. Dit keer aangevoerd door Michelle Geerdink. Proberen in elkaar slag te komen. En dan weg te rijden van de dame en de heer van de Hengeloze IJsclub. Hier Fox Willems die dan de koppositie overneemt. Vincent die het netjes achtervolgt. En Emma die ook daar weer achteraan gaat. En zo zijn we alweer bezig in de volgende ronde. Nog steeds het treintje van de WIC voorop. Fox Willems die het tempo aanvoert. Britt de Boer en Michelle Geerdink gaan rustig mee. Dan Britt de Boer met een kleine versnelling. Neemt dan de koppositie over. Leek erop dat ze wou wegsprinten, maar blijft gewoon het treintje aanvoeren. En ze is er al een flink gat geslagen. En dat weet ook Vincent. Emma gaat haar eigen tempo voeren, rijdt haar eigen wedstrijd. Want het treintje van de WSC komt er alweer achteraan. Koppositie wordt weer overgenomen door Michelle Geerdink. Het lijkt haast een ploegenachtervolging te worden. Vincent, die dan zijn eigen wedstrijd gaat rijden, ziet dat het gat veel te groot is om nog in te halen. En in de achtergrond zie je Emma ook nog een keer.
Dan ziet de WEC-trein Emma. En ziet dat als een rode lap en gaat er achteraan. Rittenboer waarschuwt dat ze eraan komt, gaat er omheen. En de anderen van de WEC volgen en zo wordt Emma gedubbeld. Gelijk slaat Brittenboer een groot gat en kunnen Fox en Michelle dat dichtrijden. Vincent die daar netjes de bocht uitkomt. Maar voelt daar ook de hete adem van de WEC ploeg. Met Brittenboer inderdaad een heel eindtal weer voorop. Vincent zet nog een keer aan, heeft geen zin om een ronde aan zijn broek te krijgen. En het treintje is ook uit elkaar geslagen. Brittenboer zet dan nog een keer aan. En dan kijken of Fox kan aansluiten. Michelle moet Fox en Britt laten gaan. En ook Fox kan niet goed aansluiten bij Brittenboer. Britt die dan Vincent toch nog heeft gedubbeld. En nog even een keer een tandje aanzet. Laatste ronde geldt. Even alles uit de kast. Mooie scherpe bocht gedraaid. En rijdt compleet weg bij Fox. Fox die ook Vincent een dubbele ronde geeft. En Michelle die daar achteraan gaat. Rittenboer komt daar voor de winst. Zet nog even aan. Laat zien hoe mooi ze kan schaatsen. En pakt hier de eerste plek. Dan Fox Willems. Pakt de eerste plaats bij de jongens. Michelle Geerdink. Naar een prima tweede plaats. En dan Emma om een derde plek. Tweede bij de jongens wordt Vincent. En zo is er een mooie wedstrijd gereden bij de pupillen A. En dan gaan we door met de laatste wedstrijd deze middag. En dat is voor de junioren C. En voor junioren C komen Nicole Wolderink, Eva Groenendijk, Daphne de Jonge, Kelly Waanders, Mike Huizinga, Bart Bellers en Albert-Jan Wissink aan de start. Hier rijden ook alle rijders rustig naar de startlijn. En heeft eenmaal de bel geklonken, dan gaat de wedstrijd van start. En deze keer moeten er 11 rondes worden gereden. En zo zie je ook dat de wedstrijd rustig van start gaat. Daphne de Jonge op kop, gevolgd door Kelly Waanders. En zo komen ze ook de eerste bocht door. Daphne de Jonge op kop, Kelly Waanders daarachteraan, Eva daarachteraan, Nicole Wolderink daartussenin. En als laatste sluit Mike. Mike die rustig even deze wedstrijd de kat uit de boom gaat kijken en kijken wat het gaat brengen. Nog steeds de hele groep compleet. En zo wordt er al gelijk in het begin van de wedstrijd een tactisch spelletje gespeeld. Je ziet dat Mike al een stukje vooruit is geschoven. Maar wordt wel goed in de gaten gehouden door Bart en Albert-Jan. Dan wordt er een kleine tussensprint gehouden door de schaatsers van CSV. Wordt gelijk een klein gaatje geslagen en kunnen ze dat doorzetten. Komen daar de bocht door, maar dan wordt het tempo er alweer uitgehaald. Nog steeds de drie CSV'ers op kop. Daphne, Kelly en Mike. Maar de rest kan aansluiting vinden. Ook Bart en Albert-Jan. Eva moet daar een gaatje laten vallen. En ook Nicole Wolderink kan de tempo niet bijhouden. Dan 5 man op de kop. Er wordt wat versneld, er wordt wat gekeken. Mike Huizinga doet nog eens een keer het lapje voor de mond om te zeggen van nou ga ik eens even aanzetten. Slaat ook gelijk een gaatje en kunnen de dames van CSV dan aandacht volgen. Dat kunnen ze zeker, want hier is de kop alweer overgenomen. Kelly Waanders op kop.
Daarachter Daphne de Jonge. En Albert-Jan Wissink is ook nog in het spoor gekomen. Daartussenin zit nog Bart Bellers en achteraan Mike Huizinga. En op toch een gepaste afstand Eva Groenendijk, die nu haar eigen race gaat rijden. En dat geldt ook voor Nicole Wolderink. Nicole maakt er ook gewoon een trainingsrit van. Maar daar komen ook alweer de koplopers aan. En zo zie je dat ze eigenlijk al een halve baan een voorsprong hebben. Hier is de koppositie gewisseld. Daphne is op kop. Kelly is achtervolger. Albert-Jan in het midden. Daarachter Bart. Die zich netjes verstopt achter het grote lichaam. En op de sneaky positie Mike. Mike kijkt mooi de kat uit de boom. Kan uit de achterhoede precies zien wat er vooraan gebeurt. En kan daar natuurlijk goed op anticiperen. Hier Eva nog een keer door de bocht. En daar dreigt de dubbeling voor Nicole Wolderink. Ze voelt de hete adem van de kopploeg. Die nu gaat uitwaaieren. En een hele andere tactiek gaat bekijken. Hier Mike Huizinga. Met een ruime bocht. Kelly Waanders die bijna valt. Maar kan zich goed staande houden. En daar de dubbeling van Nicole Wolderink. Eva, die maakt er een mooie toertocht van. Eigen rit aan het rijden. Prima slag. Mooi door de bocht. Aan de techniek ligt het niet, maar wel aan de snelheid. Dan Mike. Mike die gelijk er vandoor gaat. Een flink gat slaat. En kan de ploeg dan achtervolgen. Het is al gauw een meter of 5 of 10 wat hij pakt. Hier dubbelt hij Eva nog een keer. En dan zie je dat hij in een halve ronde al een flinke voorsprong heeft opgebouwd. Duikt daar de bocht in. Om nog meer snelheid te maken en om het gat nog groter te maken. En zo zie je dat hij eigenlijk al een bocht voor ligt. En wie kan dan volgen? Ja, zo blijft er een ploegje van 4 over. Onder leiding van Albert-Jan. Daarachter Daphne. Kelly. En daar zie je Nicole Wolderink. Maar in de achtergrond is ook alweer Mike in zicht. Mike, die deze wedstrijd nu rustiger kan uit gaan rijden, heeft een prima voorsprong opgebouwd. En de koppositie komt dan niet in gevaar. De achtervolgers worden aangevoerd nog steeds door Albert-Jan. En zo zie je dat Mike het mooi rustig aan kan doen. Eén versnelling was genoeg. En hij wint ook deze wedstrijd. Maar wie wint dan de wedstrijd voor de dames? Daar wordt nog om gevochten. Een gevecht tussen Daphne en Kelly. Maar Daphne wint deze wedstrijd. Kelly op de tweede plaats. Bij de mannen werd Albert-Jan tweede en Bart Bellers werd derde. En zo zie je dat marathonschaatsen een prachtige sport is. De volgende wedstrijd is op 20 november om 5 uur. Je kunt je inschrijven tot een half uur voor de wedstrijd.